Welkom bij Concordia. Ik ben Petra en ik geef je graag tips over hoe je kan kijken naar een kunstwerk. Deze keer heb ik ook weer een extra tip. En die is, kijk samen met een ander naar een werk en bespreek wat je ziet. Iedereen kijkt weer anders en valt andere dingen op. En als je elkaar daarop wijst, maak je een werk voor jezelf en voor die ander veel interessanter. De kunstkijktip van deze keer geef ik je bij het werk van Marcel Vos en gaat over een verhaal maken bij wat je ziet. Soms is een kunstwerk als het ware de verbeelding van het verhaal dat de kunstenaar wil vertellen. Of stuurt hij erop aan dat je een verhaal afmaakt bij het beeld dat hij je aanbiedt. Nou, wat ook maar de bedoeling is, je kan natuurlijk altijd zelf een verhaal maken bij wat je ziet. Neem eerst weer even de tijd om het werk goed te bekijken. Dit werk van Marcel is een serie van 3 foto's. Dan kan je een verhaal maken bij alle foto's samen, dus bij de serie, of bij 1 van de werken. Ik kies nu voor dat laatste. Ik zie een jonge vrouw met kort haar. Ze draagt een hemdje, ze heeft een haarband in. En het valt me op dat van deze kant heel veel licht komt. En dat ziet er voor mij uit als zonlicht, niet als licht van een lamp. En die haarband vind ik opvallend, want die is hier veel breder dan daar. Dus misschien is het geen haarband, maar een slaapmasker. En dat hemdje, je kan een hemdje dragen als het heel warm is, maar bijvoorbeeld ook als je gaat slapen. Nou, als ik al die dingen met elkaar combineer, begint mijn verhaal met een jonge vrouw die midden op een zonnige dag wil gaan slapen. Wat zie jij nog meer waarmee jij een verhaal kan maken over wat deze persoon doet? Ik ben heel benieuwd welk verhaal je hebt gemaakt bij deze arm. Dat waren 2 minuten kunst kijken met als thema een verhaal maken. Graag tot de volgende kijktip.